Goedemiddag iedereen. Fijn dat u bent gekomen voor dit programma-onderdeel. Hartelijk welkom. Ik wil eerst even de deelnemers gaan introduceren. Dat is onze directeur, de heer Eikelboom, hier gelijk naast mij. En daarnaast staat Hans Bel, hij is PZC-lid in Leerdam. En daarnaast Jan van Ledde, PZC-lid in Hardingsveld. En de PZC-leden gaan vragen stellen over het onderwerp, over de zoektocht naar het nieuwe zendingsveld. Jullie gaan vragen stellen aan Paul, aan de heer Eikelboom. En vervolgens mag u ook vanuit de zaal eventueel een vraag stellen, want twee mensen, ikzelf onder meer, gaan rondlopen met een microfoon. En af en toe krijgt u de gelegenheid om ook zelf een vraag te stellen aan de heer Eikelboom. Nou, heel veel sterkte, succes en we hopen op een boeiend moment met elkaar. Ga je gang. Prima. Dankjewel, Frans, voor de introductie. Meneer Eikelboom, we hebben vandaag natuurlijk al veel gehoord. ZGG werkt natuurlijk al in verschillende landen. 6 landen, als ik het goed begrepen heb. En wat is nu... Kunt u iets vertellen over de beweegreden? Waarom nu 2 gebieden... uitgezocht zijn om daar nieuw zendingswerk te gaan beginnen? Ja, de eerste reden om sowieso te zoeken naar een nieuw zendingsveld is dat het in ons mandaat ligt. De opdracht van de Heere ligt er om heen te gaan en het woord te verkondigen opdat er gemeenten komen. Dus die opdracht ligt er. Het tweede is dat wij zien in het lopende zendingswerk dat er zelfstandige gemeenten ontstaan, gemeenten geïnstitueerd raken. En dat daardoor ook inderdaad er ruimte komt op termijn voor nieuwe velden. Dat betekent dat in ons meerjarenplan stond om te gaan zoeken naar een nieuw veld. En daarmee zijn we begonnen begin 2023. En als je daaraan begint, dan komt de nood van al die landen op je af. Want er zijn zoveel mensen onbereikt. En dat motiveert ons enorm om te gaan zoeken. En dan maak je een lange lijst van een aantal landen die het zouden kunnen worden. En vervolgens kom je bij een korter lijstje uit. We kunnen misschien straks nog meer over zeggen hoe dat gaat. En dan blijkt het dat er meer landen zijn die voldoen aan de criteria die je gesteld hebt. Namelijk een aantal mensen die onbereikt zijn. Mogelijk de noodzaak om een Bijbelvertaling te gaan maken. Maar ook landen die waarschijnlijk binnenkort niet bereikt zullen worden. En het andere is, we hebben ook genoeg middelen op dit moment. We kregen ook een nalatenschap van ongeveer 1 miljoen. En die heb ik speciaal bestemd om nieuw zendingswerk te kunnen starten. Dus die combinatie van factoren zorgde ervoor dat wij op zoek gingen. Dat er 2 zijn uitgekomen, dat mag ik misschien ook wel toelichten, dat is eigenlijk een bijzondere reden. Wij hadden uiteindelijk 3 landen over en al pratende kwamen we erop uit dat er 2 landen met name naar voren kwamen. En dat waren Senegal en Japan. En als we de criteria er langs legden, dan paste Senegal het beste. Maar tijdens die vergadering in januari van dit jaar bleek, we konden niet loskomen van Japan. Dat was iets wat we geestelijk willen duiden. We konden er niet vanaf van het land. En toen hebben we besloten om ook dat land verder te onderzoeken. En dat is een heel moeilijk proces geweest, want we hadden geen goede connecties. We hebben allerlei verbindingen gezocht en uiteindelijk zijn er via Teams 5 gesprekken met mensen uit Japan gevoerd. En vervolgens is besloten door de commissie om inderdaad een oriëntatiebezoek aan Japan te brengen. En om aan Peter de Niet te vragen om Senegal voor ons te onderzoeken. Die 2 rapporten zijn weer op onze tafel gekomen en toen was het zonneklaar. Zowel uit het bezoek aan Japan als uit het onderzoek wat in Senegal was, kwam naar voren dat dit 2 echte velden zijn waar nood is, waar onbereikte zijn, waar mensen zijn die het evangelie moeten horen. En we hadden de middelen, we hebben de middelen, plus het proces zal verschillend lopen. Senegal zal sneller om mensen vragen dan Japan.
Japan zal een veel langere aanlooproute vragen. Daar zullen we eerst een kwartiermaker naartoe sturen. Om de taal te leren, de cultuur te leren en te kijken van hoe is dit land? Hoe moeten we eigenlijk zending bedrijven hier? Dus dat betekent dat het uiteindelijk toch ook weer een gefaseerd proces wordt. En intussen verwachten wij dat het werk in Ecuador langzamerhand afgebouwd wordt. En misschien dat het in Albanië op een gegeven moment ook zover komt. Dus op die manier schuiven die dingen en overlappen die dingen elkaar. Oké, er was net gezegd, er kunnen vragen gesteld worden vanuit de zaal ook. U kunt gaan staan als u een vraag heeft. We lopen aan twee kanten, Frans en Koen, allebei aan een kant. Als iemand een vraag heeft, gewoon gaan staan. Dat is het makkelijkst voor hen. Dank u wel voor het antwoord. U zei net al, hè, er gaan in landen het zendingswerk ook afgerond worden. In Guinea, Ecuador en Albanië werken we ongeveer 30 jaar. Is er al zicht op wanneer het werk in die landen kan worden overgedragen? En dan is er eigenlijk gelijk een vraag aan vast. Van, hey, is het dan niet beter om het dan eerst daar te verdiepen of af te ronden voordat jullie verder gaan? Ja. Nee, bij ons weegt de nood van de onbereikten heel erg zwaar. We leven in de eindtijd. En op een gegeven moment is in onze commissie de vraag zo scherp gesteld. Als nou morgen de Heere Jezus terugkomt. Welk land hadden we dan vandaag moeten kiezen waar we toch nog naartoe zouden gaan? En dat geeft iets aan van de drang en van het laten wegen, het voelen wegen van de opdracht van de Heere. Dus die kant is er altijd van de zaak. Is het niet beter om het land om het werk te verdiepen in bepaalde landen? Wat is verdiepen? Wanneer treedt er een verdiepingsproces op? Een verdiepingsproces treedt op als de tweede, derde, vierde generatie in een land geboren wordt. In een gemeente, als een kerk dus een aantal jaren bestaat. En dat kunnen wij niet aanbrengen. Wij brengen het woord, wij brengen de leer, we brengen de orde, we zorgen voor de liturgie. We reiken allerlei dingen aan, maar we zijn heel blij als er lokale mensen komen, zoals in Ecuador. 1 predikant al bevestigd, 2 gemeenten geïnstitueerd, 2 predikanten in opleiding. Daar zijn we heel blij mee, want uiteindelijk zullen zij, omdat ze de cultuur van binnenuit kennen, die slag kunnen gaan maken naar een eigen Ecuadoraanse gereformeerde kerk. En daar moet uiteindelijk de verdieping en de verbreding vandaan komen. Dat moet uit de mensen zelf komen. En daar zal men ook het proces doorheen moeten, ook van verschillende generaties wel. Dank u. Ja. Ik weet niet of er ondertussen al vragen vanuit de zaal zijn. Er wordt net genoemd de criteria op basis waarvan de landen eruit springen. Uiteraard de onbereikte, maar daarna was ik even benieuwd welke criteria worden dan gehanteerd dat juist deze landen eruit springen. Ja. We hebben algemene criteria opgesteld, want je moet iets hebben om op te kunnen toetsen. Want je krijgt een hele brei aan gegevens. Dat is duizelingwekkend. Je kan tienduizenden gegevens krijgen van allerlei landen. Dus het onbereikt zijn is bij ons bijvoorbeeld belangrijk. Een ander punt is van belang. Is er een aanvaardbaar veiligheidsrisico? Dus is het veilig genoeg? Het mag wel onveilig zijn, maar niet te onveilig. En blijft het dat ook? Kunnen we er tientallen jaren, naar de mens gesproken, blijven? Want we gaan altijd voor lange termijn zendingen. Dus dat betekent dat we de ene naar de andere zendeling elkaar laten opvolgen. Omdat we weten dat het heel veel tijd kost vaak. Een ander punt is, hebben we enige kennis van de religie van dat land? Nou, Japan is daar een uitdaging bij, want er is het boeddhisme. Maar ook het shintoïsme, dus dat is een andere godsdienst, een animistische godsdienst. Daar hebben we wel ervaring mee. Maar dat zijn een paar van die criteria. Een ander punt wat voor ons van belang is,
is ook, dat hebben we erbij gevoegd, namelijk of het frontier people zijn. Dat betekent of minder dan 0,1% van de bevolking christen is. Of in een bepaalde bevolkingsgroep. Dus dat het zo klein is, dat er geen christelijke kerkjes zijn die groot genoeg zijn om ook zichzelf weer te vermenigvuldigen, uit te breiden. Dus dat is ook een heel belangrijk punt bij ons. In Japan is best zending bedreven, bijvoorbeeld. Maar je ziet daar, als je het hebt over kerkjes met een meer gereformeerde inslag, dat vergrijst. En dat het aantal leden sneller daalt dan de bevolkingsgroei afneemt op dit moment. Die kunnen zichzelf niet voortplanten. Er zijn soms enkele dopelingen. In Senegal zijn er gebieden waar absoluut niemand geweest is. Hele gesloten bevolkingsgroepen, waar ook niemand christen durft te worden. Want als die dat wordt, dan wordt die uitgestoten en daar hebben we vanmorgen iets over gezegd. Dus dat zijn zo van die aanvullende criteria. We kijken ook, zijn er al heel veel andere zendingen op dit moment? Dan gaan we daar niet naast staan. Nou, dat zijn allemaal factoren en die weeg je met elkaar om tot een soort keus te kunnen komen. Maar het belangrijkste is eigenlijk, en dat is moeilijk uit te leggen, maar we hebben dat wel ervaren, de leiding en de sturing van de Heilige Geest. Uiteindelijk is het zo belangrijk dat in een deputaatschap, hè, zoals op 31 mei is dit besluit gevallen, dus u bent echt de eerste die het hoort. Dan is het zo belangrijk dat daaronder de broedersdeputaten ervaren wordt van ja, dit is de weg die de Heer ons wijst. Deze twee landen zijn het. En daar is dan ook een hartelijke eenheid over. En dat vinden wij belangrijk, want dat geeft ook hoop en vertrouwen dat we dan ook de mensen ervoor zullen kunnen vinden. Er was nog een tweede vraag uit de zaal. Ja, misschien is die al ten dele een beetje opgelost voor me. Ik weet bijvoorbeeld dat een jaar of 10 terug, die bekende muzikus Masaaki Suzuki, die expert is op het gebied van de muziek van Bach, die heeft het hele Genèvese psalmboek, de melodieën die wij hebben, speciaal in het Japans laten berijmen om ze in de protestantse kerken te kunnen zingen. Ja. Dus er moet wel iets zijn, maar ja, dat heeft natuurlijk de totale bevolking misschien weer met dat heel geringe percentage te maken. Ja. Ja, wat Suzuki gedaan heeft, inderdaad een heel kundig man en ook een oprecht christen, denk ik, is prachtig. Daarvoor heeft hij iets gedaan. Maar, ik geloof dat Japan 140 miljoen inwoners heeft. Tokio is iets van 40 miljoen, even voor de duidelijkheid. Het land is groot, daar is nog zoveel wat totaal niet bereikt is. En een van de mensen die op bezoek geweest is, ik geloof dat dominee Haring dat zei. Die zei, ja, de mensen zitten in de ondergrondse stil. En zo kijken ze naar hun mobieltje. Toen het mobieltje er nog niet was, zat men zo ook in de ondergrondse. Men kijkt naar beneden, er is geen contact. En er is zoveel leegte in die samenleving. Het is een postmoderne samenleving. Daar is werk. Ja. Maar zo'n berijmde Geneefse psalm of psalterbundel is natuurlijk een zegen. Want dat helpt je enorm in de liturgie. Dat hoeft dan niet meer. Elders moeten we altijd werken om voor de gemeentezang te zorgen dat er genoeg psalmen, berijmd of onberijmde schriftgedeelten zijn. Op muziek die past in die cultuur. Als dat daar al is, dan is dat een pre. Oké, heb ik nog een vraag over de uitbreiding van het zendingswerk. Het brengt ook verplichtingen met zich mee. Zowel in personele als in materiële zin. Hoe ziet u de toekomst wat dit betreft? Ik kan me voorstellen, Senegal ligt natuurlijk tegen Guinea aan. Is al een Franstalig gebied. Hebben we al wat ervaring in die omgeving. Maar Japan is natuurlijk compleet nieuw. Ja. Ja. Er zijn nog nooit zoveel mensen benoemd voor zendingswerk en ook uitgezonden. Al dan niet bekend, omdat er ook
benoemingen en uitzendingen naar gesloten gebieden zijn, zijn er nooit zoveel benoemd als in de afgelopen 5 jaar. Ik geloof dat er nu 17 of 18 eenheden zijn. Mensen die uitgezonden worden of kunnen worden. Er gaan in september 5 mensen in opleiding. Er zijn heel veel mensen gelukkig die de Heer geeft. Als de Heer een veld geeft, dan zorgt hij ook voor het personeel. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. We hebben een periode van 8 jaar gehad rond Guinea, dat er 1, 2, 3 mensen waren. En toch is ook die tijd goed geweest en ook nu mag dat veld vol zijn. Dus wat de zendingswerkers betreft, daar zitten wij niet zo mee. De financiën, daar zitten we eigenlijk nog minder mee. Wij krijgen gelukkig genoeg geld door allerlei activiteiten. Nou, dat weet u zelf ook. En dat willen we graag uitgeven. Dat willen we besteden waar het voor gegeven is. Dat lukt ons op deze manier. Want uitzendingen kosten gewoon heel veel geld. Ik zeg altijd, een uitzending erbij betekent ongeveer 100.000 euro. Dan kun je dus snel uitrekenen hoeveel dat is. En dan hebben we het nog niet over een aantal dingen in Nederland enzovoorts. Maar wat belangrijker is, u zorgt ook voor het geld. En we hebben nog geen moment gehad, tenminste in de jaren dat ik er ben, dat we dachten van, nou loopt het fout. Dat is niet zo. De Heere zorgt daar echt in voor ons. En wat ik zei, als je dan een nalatenschap krijgt van ongeveer 1 miljoen, ja, dan word je wel even stil. Dat hebben we nooit gehad. Die hadden we dan. En toen heeft de deputaatschap ook gezegd, we zaten in dat zoekproces, dat willen we bestemmen voor de uitkomst van die zoektocht, voor het nieuwe zendingsveld, velden dan. En op die manier ben je in ieder geval voorlopig financieel voorzien. Gelukkig kunnen we het geld uitgeven waar het voor gegeven is. Dat vinden wij heel belangrijk. En in de toekomst, dan zullen we weer te maken krijgen met andere uitdagingen, maar dan zie je ook weer dat velden kleiner worden qua bezetting. Dus op die manier proberen we een verantwoord beleid te hebben. Maar we leven altijd wel met de gedachte, als je mensen kunt bereiken, dan moet je het doen. En dan komen de middelen komen wel. U hebt iets genoemd van de mogelijkheid, de deur die nu opengegaan is, die 2 zendingsvelden. U heeft iets gezegd over wat dat in materiële zin ook met zich meebrengt. Maar misschien is er wel meer wat u ook van het thuisfront verwacht. Kunt u daar nog iets over zeggen? Ja. Nou, wij zijn, ik stond hier vanmorgen en ik keek over de zaal. Ik dacht, bijna 4000 mensen, misschien wel helemaal 4000. Wat zijn we daarin toch gezegend? Dat zijn allemaal mensen die zijn gekomen omdat ze zendingswerk een warm hart toedragen. Nou, dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste, dat je zending in je hart hebt zitten. Want dan zit het ook in je gebed. En vanmorgen zijn er ook concreet dingen langsgekomen waarvoor je inderdaad kunt bidden. Maar dat geldt natuurlijk ook als er nieuwe velden zijn, dat je dat ook meeneemt. Of daar wegen gevonden mogen worden, of daar mensen voor gevonden mogen worden. Maar ook of de Heere wil denken aan die mensen, die schapen die nog toegebracht moeten worden. Wij bidden altijd voor zendingswerkers, maar je moet vooral ook bidden voor degenen die ze proberen te bereiken. En die soms in hele moeilijke situaties terechtkomen. Dus bid ook voor degenen die toegebracht moeten worden. Het gebed is heel belangrijk. De warme steun is heel belangrijk. En natuurlijk alle activiteiten die u ontplooit. En dat loopt simpelweg om bij een ouderwets iets te beginnen, maar wat wel levend is nog steeds en ook weer wordt. Zendingsbusjes langs de deur. Waar zijn heel veel jongens en meisjes en kinderen. Breng het erin. Actief zijn voor de zending. Deuren langs gaan. Zendingsavonden. Houd de belangstelling voor zending levend. Dat is wat u in ieder geval kunt doen. Zijn er nog vragen vanuit de zaal? Ja, hier in het midden, iemand?
in de laatste Paulus heb ik gelezen van, ik denk van uw hand geschreven, dat er als er bij een nieuw zendingsveld eigenlijk altijd de Heere vooraf gaat. Het zij door een droom bij een imam of iets anders, waardoor de Heere als het ware een aanwijzing geeft en mensen gaan bidden, of ook dan die mensen komen om van de levende God te spreken. Heb ik het juist dat ik het zo heb genoemd? Ja, het is niet van mijn hand. Het is door een ander gezegd. Maar het is wel vaak het geval. We zien dat bijvoorbeeld in Garama, in Guinea, waar we al heel lang mogen werken, waar de imam volgens mij een droom kreeg dat er op een dag een witte man zou komen bij een kruising. En die moest hij ontvangen. Daardoor zijn we daar ontvangen en mogen we daar wonen onder een pure islambevolking. Dat klopt. In een ander dorp in Guinea, Kolia, ook volmaakt onbereikt, is het anders gegaan. Daar zijn we op de relatie vanuit Garama weer binnengekomen. Ik denk dat het waardevol is wat u zegt. Altijd is er een reden waarom een land, een bevolkingsgroep boven komt drijven. Als we het hebben over Senegal. Senegal is onderwerp van onderzoek. Niet zozeer hoe we er moeten gaan werken, maar wel waar moeten we nou gaan werken. Want er zijn verschillende mogelijkheden. Er zijn verschillende taalgroepen. En er zijn ook taalgroepen zonder vertaalde Bijbel. En die spreken ons natuurlijk het meeste aan. Nou, daar zoek je naar. En daar hoop je iets van terug te horen. Het is niet beslissend voor ons, want je kunt soms 10 jaren nadat je er begonnen bent bevestigd worden dat je er wezen moet. Dus we kunnen dat de Heer ook niet voorschrijven. Wat wij zelf als een wonderlijk moment hebben ervaren, is dat is die vergadering in januari bijvoorbeeld. Dat was in de commissie Nieuwzendingsveld. Dat we echt eerlijk hadden uitgezocht, ja, Senegal voldoet het beste. En dat er aan de andere kant heel duidelijk kwam van, maar Japan dan? En dan, ja, dan komt daar iets in zo'n overleg en ja, ik denk dat daar de Heere in stuurt. Dus dat hebben we deze keer ervaren. Maar we gaan het niet voorschrijven. Het belangrijkste is, je moet het verlorene zoeken. Daar moet je wezen. Zijn er nog meer vragen? Nou, nu gaat het natuurlijk over om onbereikte gebieden te bereiken. Of onbereikte volken. Hoe denkt de zending er nu over van, is het altijd nodig om fysiek mensen daar ook uit te zenden? Er zijn natuurlijk ook mogelijkheden via internet. Ja. Ja, goede vraag. Dat is een vraag die is ook onderwerp van bezinning bij ons. Er zijn namelijk landen die afvallen, ook nu weer, omdat we er gewoon niet in kunnen komen. Ik zal een voorbeeld geven. Bhutan, ik weet niet of u dat allemaal weet te liggen, maar Bhutan, dat ligt ergens tussen India en China ingeklemd. Dat is een zuiver boeddhistische staat. En daar hebben we al een aantal keren naar gekeken. Maar we kunnen daar niet in. Ja, je kunt erin als toerist. Moet je zoveel dollar per dag besteden. En maximaal zo lang kun je erin. En dan moet je er weer uit. Dat past niet bij onze stijl van werken. Wij willen er lang zijn. Er zijn zendingsorganisaties. Die sturen iemand dan gewoon 2 weken. Laten die een hoop geld betalen. En intussen doet die zendingswerk. Goed, dat kan. Wij hebben altijd gekozen als onze kern, ja, core business, onze kernwerkwijze voor het fysiek naar mensen toe gaan, omdat we weten, je moet mensen van hart tot hart spreken. Maar ook,
Je moet niet alleen zaaien, maar je moet er ook mee leven. Je moet erbij blijven. Soms al 30, 40, 50 jaar voordat er iets te zien valt. En als namelijk het zaad gaat ontkiemen, vaak in het geheim, dan is het belangrijk dat er iemand is waarbij je langs kan gaan, met wie je kan leven, want je bent vaak de eenling. En ook mensen die bijvoorbeeld via radioprogramma's of internet bereikt worden, zullen vroeg of laat sterke behoefte krijgen, en er wordt ook vaak in voorzien, om mensen te ontmoeten die hen onderwijs kunnen geven. Dus het middel op zich om via internet of boeken, Bijbel en Boekministerie, of via andere methodes het woord te verspreiden is niet fout. Alleen er moet iets bij komen. Maar de Heer kan het wel gebruiken. Even nog een simpel voorbeeld. Dat is een mooi voorbeeld. Toen wij in Albanië gingen beginnen, 94, toen was het land net open na een hele dictatuur. En toen waren daar mensen, dat is een man, één voorbeeld gesproken, die was bekeerd. Hoe was dat gegaan? Dat was gegaan door flessenpost. Dus een tekst in een fles, de gemeente op Corfu, Grieks eiland, kwam zondagmorgen samen, stopte een bijbeltekst in een fles, kurk erop, gebed, en de fles werd in de zee geworpen en ging met de stroming mee naar Albanië. Die teksten uit die flessen zijn gebruikt om die man te bekeren. Dus dat kan. Maar hoe belangrijk was het dat daarna het land openging en er mensen kwamen? En wij ervaren het belang van fysieke aanwezigheid. Zo krijg je gemeentevorming. Dus dat is het antwoord. Dus wij gooien het zeker niet weg. En we hebben ook geen negatief commentaar op allerlei andere organisaties, want die doen goed werk. Maar onze overtuiging is, wil je voldoen aan het criterium van richting gemeentevorming werken, dan moet je er fysiek zijn. Ik kijk even naar links, naar meneer Van Grol. Er was gezegd één zendingsveld, maar het zijn er twee geworden. Dat wisten wij ook niet. Dus ik neem aan dat we extra tijd krijgen. Oké. Doe jij de volgende vraag? Nou ja, de volgende vraag. Ik denk dat er nog heel veel vragen leven, maar nou ja, een paar minuten. Als we meneer Eikelboom het woord geven, dan zijn die paar minuten altijd weer zo om. Dus ik denk dat er nog 1, 2 vragen misschien. Ik weet niet of er nog 1 uit de zaal is. Er is pas een zendingsveld bijgekomen in Japan. In ieder geval de zegen erover, over het werk wat u doet. Zijn er ook vacatures ook? Of er al vacatures zijn? Nee, nog niet. Nee. Voor Japan, hè, bedoelt u? Ja. Nee, kijk, in Japan, het is wel belangrijk, in Japan werken we zo. We sturen eerst een zogenaamde kwartiermaker. Dat is iemand die weet zich geroepen voor Japan en die heeft een aantal kwaliteiten. Die kan de taal leren, die kan de cultuur leren en die kan relaties leggen en die kan desnoods doseren en die kan vooral netwerken, dus contacten leggen en onderzoeken hoe is dat hier in Japan? Waar zitten nu voor ZGG de mogelijkheden die passen bij ZGG, maar waar het dus gaat inderdaad om de onbereikte mensen. Hoe kun je daar hier inkomen? In Japan is het zo dat wil je ergens met vrucht relaties krijgen, dan moet je wel uitgenodigd worden. Wanneer word je uitgenodigd? Als iemand je jaren kent. Dus dat betekent dat we eerst de tijd zullen moeten hebben om vertrouwen te wekken en uitgenodigd te worden. En dan kunnen we verder kijken van wat is hier nu mogelijk. En dan komen de vacatures, de vervolgvacatures. Dus dat duurt nog wel even. Ja. Dank u wel, meneer Eikelboom. Ja, de tijd gaat hard. Ik denk dat we richting een afronding moeten gaan. Zou u tot slot nog een opmerking willen maken?
Nou, toen ik vanmorgen hier naartoe reed, toen dacht ik, ik denk dat er niemand in de zaal is die erop voorbereid is dat er twee landen uitgekozen worden. Dat is een verrassing. En dan wel in de goede zin van het woord. Wij zijn daar zelf ook door verrast, maar we ervaren het ook als een zegen. Dat we twee landen hebben kunnen kiezen en niet eentje hebben hoeven laten afvallen. Dominee Mulder zei dat het is heel pijnlijk om een land te laten afvallen. We hebben dat in dat proces telkens moeten doen, laten afvallen. En dat loopt van Azerbeidzjan tot Mongolië. Dus dan hebt u gelijk een indruk waar we allemaal gekeken hebben. Maar dat kan dan niet. En dan ben je blij dat je aan het slot niet hoeft te kiezen, maar kan zeggen, nou, deze twee landen, daar hopen we inderdaad naartoe gezonden te kunnen worden onder de leiding van de Heer en zijn Geest. En ik hoop dat u die blijdschap ook deelt en dat u het ook meeneemt in uw gebed. Hartelijk bedankt voor uw toelichting. Ik hoop dat jullie vragen zo ook beantwoord zijn. En dan gaan we nu stoppen.